echt dat je in dit soort kringlopen echt parels vindt. Kijk hoe klein ik ben in deze spiegel. Wie heeft plek voor dit? I love it. Glaasjes gekocht. Prachtige tassie, weet je. Hoi, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag een kringloopvideo. Ik heb echt ontzettend veel leuke en lieve reacties gehad op de verhuisvlogs. En er komen er nog veel meer aan. Ik vind het ook echt super leuk om te maken. Maar ik kreeg ook berichtjes dat mensen de vintage gerelateerde video's misten. Bij deze. Een kringloopvideo en waar ik natuurlijk wel voor mijn huis heb gekeken. Maar ik heb ook heel eventjes bij de kleding gekeken. Ik ging samen met mijn moeder naar de kringloop in Heerlen in Brabant. We waren er nog nooit geweest en we wilden een nieuwe kringloop ontdekken. En deze was best wel groot. Ik zal aan het einde van deze video nog een haul doen met de dingen die ik heb gekocht. En ook nog een kleine review over de kringloop zelf. Dus ja, veel kijkplezier. We zijn er. En het is echt groot. Ik sta eigenlijk gelijk bij de lampen. Het is heel groot. Ik loop daarachter nog helemaal door. Heel mooi. Wow. Hoe staat er wel prijs op? Zijn er prijzen op? Oh, dit is mooi. Dit is echt heel leuk. Er zitten van die lampjes in. Dat vind ik heel leuk. Wauw, die is mooi. Echt heel mooi deze. Wat is dit? Er zit hier achter trouwens een café. En buiten ook een terras. Kijk even hoe mooi deze lamp is zonder dit. Wauw. Heel mooi. Dit is heel cute voor de slaapkamer. Ik weet niet wat ik van de ding vind. Ik heb al wit. Ik dacht, oh, wat een mooie spiegel, maar het was erbij. Hier zijn allemaal manden en zo. Oeh, en vaasjes. Oeh, heel nice. Het is jammer dat hij hier een soort van beschadigd is. Ik denk echt dat je in dit soort kringlopen echt parels vindt. Ik heb een wasman nodig. Maar mama zegt dat hij kapot is. Dus helaas. Ja. Shitty. Ook heel mooi. €3,75. Oh, deze is ook heel cute. Qua prijzen vind ik ze relatief normaal. €1,50. €1. Het zijn gewoon normale prijzen. Hoe is deze? Dit lampje is... Hoeveel kost dit lampje eigenlijk? Is het geen prijs op? Hier staan heel veel banken. Wat de hel. Kijk hoe klein ik ben in deze spiegel. Wie heeft plek voor dit? Oeh. Stoeltjes. Mijn moeder zegt dat ik heel snel moet komen. Ze heeft sowieso iets cools gevonden. Wat zijn dit allemaal? Mama, ja, kijk uit voor je hoofd. Kijk uit voor je hoofd. Wauw, ja, dat is zo'n kaptafelspiegel. Heel mooi. Met en hier zo geslepen. Dit is wat mijn oma vroeger had. Toevallig. Ga heel even kijken. Wacht. Wacht voor op een dressoir. Misschien is hij net een beetje te hoog. Ik weet het niet. Heel mooi. Het is jammer, want hij is hier beschadigd. Het is zeg maar... Oh mijn god. Het is zeg maar, zie je? Ik ben benieuwd hoeveel die is. Oh my god. Wauw. Oh, kijk nou.
heel groot. In deze kast dan allemaal meer antieke dingen. Dan zo'n schilderij naar je hebben. Heel sick. Wat is dit allemaal? Oh, is dit om je kaars uit te doen? Oh, die is zo leuk. Kijk hoe cute deze is. Ze hebben er wel een paar. Geen idee hoeveel dit kost. Maar ik vind deze echt heel cute. Ja, dat is wel jammer. Op sommige producten staan geen prijzen. Heel veel. Zie je in van die dorpen? Dat is toch echt altijd... Dit is toch zo leuk. I love it. Dit hebben we nog nooit gezien. Hier staan gelukkig wel prijzen op. Het enige hier is dat je wel gratis Nederlandse muziek erbij krijgt. Weet je, je moet ervan houden. Oh nee, ik moet er één nemen. Ik vind ze echt te leuk. Even kijken. Deze is wel mooi. Deze spreekt me ook aan. Je zou hier op zich ook een kaars in kunnen doen. Wat is dit? Oh my god. Een bierding. Yo. Het is echt leuk om je watjes in te doen voor je make-up. Heel leuk. 2,50. Het gebroken glas. Ze hebben hier heel veel verschillende soorten stijlen. Dat vind ik wel erg leuk. Dat er echt voor ieder wat is. Ik zoek nog een goud teamblad, maar deze is een beetje beschadigd. Bij de teambladen. Leuk deze. Are you kidding me? Weer niet koop. Zelfs als in Zeeland. Huilen. Het enige wat ik minder vind is dat de radio super hard staat. Kijk hoe groot. Oh, dit is zo'n cornflakes ding. Oh, deze zijn wel heel leuk. Ja man. Het is echt precies de kleur van mijn borden. Wat is dit? Een kaassnijder. Wat? Oh, ze hebben hier hele, hele leuke van die bottles. Oh, deze is zo cute. Zo klein. Deze is mooi. Ik had even een mandje moeten pakken, maar ja, hè. Die hebben we niet. God, hoe leuk. Deze zijn ook heel cool. Moet je echt heel goed wassen, want ze zijn een beetje viezig. Heel mooi ook. Even daar mijn ding gezet. Oeh. Ook echt heel veel kopjes en dingetjes. Deze vind ik zo leuk. Is dit nou echt voor thee of is dit voor koffie vooral? Weer geen prijs. Alles wat ik wil, staan geen prijzen op. Klein theetje wel, maar wel leuk. Nog een mandje bij de kassa. En onderweg naartoe zag ik deze. En nu heb ik al een grotere, maar ik vind hem zo leuk, zo'n kleintje. 1,50. Als je nog van dit soort dingen zoekt, kom naar deze kringloop. Ze hebben er echt heel veel. Wauw. En die andere kan ik misschien wel even verkopen. Kan iemand geven. Oeh. Heel leuk als ze... slaapkamer dingetje nog kastje. Wauw. Iemand gaf trouwens echt een super goede tip. Je kan dus weten of het op inductieplaat kan. Als het dus magnetisch is. Ja, dus dit het dus niet, maar prachtig. Ik vind het trouwens echt super leuk dat jullie, als ik een vraag heb, dat jullie dan het antwoord weten. Zo cute is dit. Zo weet ik ook waarvoor dingen gebruikt kunnen worden.
zijn het meer vintage experts. Oh, mami, er zijn allemaal spiegels achter. Zie je, hier loop je gewoon straal voorbij. En dan zie je ineens. Ook leuk voor op het dressoir. Het is niet echt de kleuren, hè, die ik... Nee. Deze zijn 9,75 en deze 8,75. Hier zijn allemaal meubels. Oké. Zo leuk dit. Hier zijn bedden. Nachtkastjes. En daar is kleding. Daar gaan we ook even kijken. En poefs. Allemaal tafeltjes. Wauw. Nou, groot is die zeker. Oh, daar heb je nog Elektra en boeken. Oeh, I like boeken. In het rek algemene romans. Boeken van 50 cent tot 2 euro. Ze hebben gezondheid, zwanger, sport, wonen, hobbydecoratie. Oké. Okay. Ik heb zelf echt zoveel boeken dat ik gewoon niet eens meer durf te kijken. Want ik moet echt nog een paar lezen. Want die stress yoga. Echt een heel oud boek. Hij is helemaal oranje. Kijk dan, heb ze helemaal die posters uitgelegd. Kijk, cool. Handlezen. Dit vind ik zo interessant. Apollo kussentje. Als u ook een ontwikkeld Apollo kussentje heeft, duidt het op een zonnige uitstraling en een vriendelijke persoonlijkheid. Heb ik dat? Ayurveda. Een chili pino. Mijn moeder ook kwijt. Deze vind ik heel cool. Wow. Oeh, die ook. Daar nog tafeltjes. Zal ik nog even kijken. Oeh, dit is apart. Ik ben wel benieuwd hoe het met de kleding zit. Hier zijn in ieder geval heel veel schoenen. Geen idee. Oh, dit is mijn maat. Ze hebben het op maat. Dat vind ik wel echt super nice gedaan. Vaak in kringloopwinkels hebben ze dat niet. Oh, I love it. So cute, deze. Het zijn gewoon een soort takken. Heel leuk. I love it. Grappig deze. Ik heb net de prijslijst gevonden. En tasjes. Tassen in overleg. Oké. Ik ga jullie eerst nog laten zien wat ik allemaal heb gekocht. En daarna laat ik mijn mening weten over de kringloop. Ja, spannend hè? Spannend. Oké, allereerst heb ik de super cute glaasjes gekocht. Ik heb ze nu al schoongemaakt en joh, echt wat schoonmaken niet met dingen doet, hè? Ik vond deze toch echt geweldig voor thee. En ja, het enige wat het is, ze zijn echt super, super, super dun. Ja, voor mij is dat gewoon dangerous, want ik laat heel snel dingen vallen. Dus als deze vallen, zijn ze gewoon echt direct kapot. Ik heb ze al één keer in de vaatwasser gedaan. En ik zie in principe nu niks wat, zeg maar, anders is dan hoe ik ze kocht.
Maar ik ben toch een beetje bang om deze nog vaker in de vaatwasser te doen. Ik weet niet of een van jullie hier verstand van heeft. Maar ik weet niet echt of het heel erg goed is voor dit soort glazen om in de vaatwasser te doen. En ik zal eventjes hier onderaan de prijs van de items zetten. Dus ja, heel erg blij met deze. Ja, er zaten dus geen bijbehorende schoteltjes of zo bij. Maar ik hoef dat ook niet echt. Ik vind ze zo echt super leuk voor thee. Het is echt precies de juiste portie voor thee. Dus dat is vet nice. Vervolgens heb ik deze gekocht. En dit is dus zo'n kaars dingetje. Weet je wel? Dus als je je vlam wil uiten, dan doe je zo. En ik vond het gewoon heel erg pretty. En ook heel erg handig. Ik bedoel, het is wel een beetje een luxe probleem. Maar ik vond het zo leuk dat het echt iets van vroeger is. En ik vond het ook wel heel erg mooi in mijn interieur. Ik vond het gewoon heel cute. En heel antiek. Daarna heb ik natuurlijk deze gekocht. Dit is dus een kleintje. En ik heb dus een grotere hiervan. Die is echt ongeveer zoiets. Ja, zoiets. Die had ik altijd op mijn vensterbank staan. Ik vond hem altijd best wel groot. Dus deze is echt perfect ter vervanging. Ik zou er in principe iets in kunnen doen. Maar ik ga dat niet doen, denk ik. Ik ga hem gewoon echt puur ter decoratie doen. Hij is zo klein. De grote heb ik nu gedaan als wasverzachter. Dus ik heb zeg maar het spul in die grotere gedaan. En dat staat nu in de berging bij de wasmachine. Weet je, dan hoef ik hem ook niet weg te doen. En dan heeft hij toch nog een soort van mooie functie. Wel heel erg luxe om je wasverzachter in zo'n super mooie fles te doen. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Dus deze gaat gewoon op mijn vensterbank ter decoratie. Vervolgens was ik echt in love, zoals jullie zagen, met deze vaas. En nu had ik nog wat eucalyptus over. Dus ik heb dat hierin gedaan. Ik ga nog even nadenken wat ik in deze vaas ga doen. Ik vind dit eigenlijk wel heel erg cute. Maar ik denk dat ik gewoon voor van die gedroogde bloemen ga. Of gipskruid bijvoorbeeld. Want dan. Want ik denk dat dat wel heel erg mooi past. Dit was eventjes gewoon om uit te proberen. Ik vind de detail hiervan echt amazing. I love it, I love it. So yes. Dit is. En het staat nu bij mijn keuken. Echt super leuk. Ik had het echt nog nooit gezien. Dus ik vond het echt geweldig. Vervolgens kocht ik nog twee boeken. Ik kon echt niet wachten om dit boek te lezen. En ik vond het echt super interessant. Ze zijn echt helemaal in de detail gegaan op handlezen. En ik was gewoon echt heel erg benieuwd wat er uit zou komen. De stukjes die erbij horen, waar het dan voor staat, zijn een beetje kort en beperkt, vind ik. Dus ja, deze weer terug gaan geven aan de kringloop. Of misschien aan iemand die geïnteresseerd hierin is. Want weet je, ik vind hem, het is interessant, maar het is niet waar ik naar op zoek was. Ik wilde echt een wat diepere versie. Dat je echt nog meer over jezelf en over anderen te weten kan komen. Ik vond het echt super interessant. Het is niet heel erg uitgebreid. Dus dat vond ik heel erg jammer. Deze daarentegen. Oh, daar wil een grote bij binnenkomen. Ah, ik ken die. Deze daarentegen, daar ben ik wel echt super blij mee. Ik vind dit soort boeken echt geweldig. Het is best wel een oud boek volgens mij. Maar er zitten, ik weet niet eens, wacht, ik ga even kijken. Dit boek komt uit 2000. Er zit bijvoorbeeld acupunctuur in. Er zitten therapieën in. Ik weet ook niet of iedereen het van jullie weet. Maar ik ben ook een opleiding aan het doen. Gewoon zelf thuisstudie voor holistisch coach. En ja, dit zijn echt dingen die wel echt terugkomen. Dus dit zijn echt alternatieve geneeskunde dingen. En ik vind het echt super interessant. En ik sta daar ook echt volledig achter. Misschien haal ik er niet echt iets uit. Maar misschien wel. Je weet het niet. En hij was zo goedkoop. Echt, alle boeken waren zo goedkoop. Ik vond de items sowieso wel heel erg goedkoop. Hij had ook nog een prijsje voor me gemaakt. Want het was niet een rond getal of zoiets. Dus hij had nog een soort van prijsje naar beneden gemaakt. Ik vond het wel heel erg lief. En als laatste heb ik deze prachtige tas gevonden. Oh my god. Ik vind het zo mooi, want eigenlijk is het een hele simpele donkerbruine tas. En ik hou gewoon echt van simpel. Maar dan heeft hij dus die super mooie detail, een soort slangenprint-achtig.
En aan de achterkant ook maar een heel klein subtiel randje. En dat vond ik wel heel erg nice. En dan is dit de binnenkant. En een tip voor mij, kijk altijd in de binnenkant van de tas. Want soms is de tas echt nog helemaal prachtig. Maar is de binnenkant helemaal verrot. Dus dat moet je gewoon echt niet hebben natuurlijk. Prachtige tassie, weet je. Het kledinggedeelte vond ik minder. Er was op zich wel veel keus, maar het was echt totaal niet mijn stijl. Het was al een beetje wat ouder. Maar ik heb wel dus die tas gevonden, dus het was wel erg nice. Dus ik zou hem niet per se aanraden voor kleding, maar ik zou hem wel aanraden voor interieur. Want ze hadden echt heel veel verschillende soorten producten. Echt voor ieder wat, antiek, boho, modern, echt van alles. Ook qua nachtkastjes, bedden. Er was echt heel veel. Ik zal nog even kijken hoeveel sterren hij had. 4,2 van de 5. En ik zal nog een paar reacties eventjes bekijken. Want dat vind ik wel erg interessant. Overzichtelijke winkel. Fijn om lekker te snuffelen. Dat klopt, zeg maar. Als je binnenloopt denk je echt... Maar als je dan verder liep in het gangetje, dan had je een hele grote ruimte. En daar was wel alles super goed georganiseerd, zeg maar. Ja, mocht je van de natuur houden, het is echt midden in de natuur, het platteland. Dus hè, ook nog fijn. Geweldige kringloop, heel groot, enorm groot, goedkoop. Ja, vond ik ook. Ik denk dat je bij deze kringloop gewoon altijd wel wat vindt, ook al zoek je zeg maar niks. En ik vond de spiegel ook echt prachtig. Ik heb uiteindelijk niet meer gevraagd hoeveel die was, omdat ik hem... te hoog vond, zeg maar, voor op mijn dressoir. Ik heb best wel een laag plafond, 1,80 meter daar. En daar vond ik hem net iets te groot voor, dus ik heb het maar gewoon gelaten. Aankomende zondag komt er weer een verhuisvlog online. Ik denk dat ik misschien een beetje om en om ga doen, maar het is maar net hoe het gaat en hoe de verhuizing loopt. En ook zelf wat ik haal qua tijd en... als ik een keer zin heb om lekker naar een nieuwe kringloop te gaan. Want in de buurt zijn best wel wat kringlopen die ik nog niet heb ontdekt hier in Rotterdam. Dus daar ga ik zeker nog heen. Ik had ook op Instagram gevraagd naar hoe ik jullie meer zou kunnen betrekken bij het kringlopen. En ik heb echt super veel leuke ideeën van jullie binnengekregen. Dus die heb ik allemaal opgeschreven en die komen er ook zeker aan. Mocht je nog ideeën hebben hoe ik jullie meer bij het kringlopen kan betrekken. Dus dat ik bijvoorbeeld niet per se voor mezelf shop. Want op een gegeven moment houdt het ook wel weer op qua bijvoorbeeld interieur en zo. Ja, misschien hebben jullie nog wat ideeën hier op YouTube. Ik denk dat best wel veel mensen van mijn Instagram naar mijn YouTube gaan. En van mijn YouTube naar mijn Instagram. Dus, maar ja, you never know. Je kan altijd dingen gemist hebben. Dus bij deze. En het lijkt me ook heel erg leuk om wat meer challenges te gaan doen. Bijvoorbeeld onder een bepaald budget een outfit shoppen. Of een hoekje of een interieur van een kijker bijvoorbeeld. Stijlen of dingen daarvoor zoeken. Ik zeg maar wel, er zijn echt super veel mogelijkheden. En ik heb er heel erg veel zin in. Dus ik zie jullie zondag met een verhuisvideo. En heel leuk gewoon, ja, ja, ja. En er gebeuren weer heel veel verschillende dingen. Ja, ik zie jullie weer zondag. Doei!